Het is hoog tijd voor vrouwen in de Raad van Elf. Dat vinden de Tilburgse raadsleden Bea Mieres, Nathalie Nijs en Sadie van Loon. Ze schreven een brief naar de Carnavalstichting en de reacties zijn positief. Ik vind het prima, maar ik ga niet in de Raad van Elf zitten. Ik ga gewoon carnaval vieren. Ja. Dat wel. Nou, dat zou wel heel mooi zijn, ja. Maar zou dat ooit komen, denk je? Ik vind het op zich een goed initiatief. Maar voor mij persoonlijk is het niet echt... Nee. Nou ja, omdat er ook een keer een vrouw status is, dat het ook een keer kan. Dat lijkt me wel mooi, ja. Sowieso, die hele raad moet gewoon plezier hebben. En dat is wat carnaval is, toch? Man of vrouw maakt eigenlijk helemaal niks uit. Waar zou een prinsescarnaval aan moeten voldoen? Hetzelfde als waar een prinscarnaval aan voldoet. Dus waarschijnlijk geld hebben. Het kost wel altijd een percent. En een beetje zich kunnen presenteren en van carnaval houden. Met name op de sociale media hebben we enorm veel reacties gekregen. Ook van mensen die zeiden, we hebben eigenlijk nog nooit eerder over nagedacht. Maar nou je het zo zegt, lijkt me fantastisch. Ook bijval van bijvoorbeeld een carnavalspecialist die aangeeft, er zijn in andere steden en dorpen al veranderingen gaande. In Tilburg en in Den Bosch bijvoorbeeld nog niet. Het is er wel tijd voor dat dit soort tradities gaan bewegen. Dat soort reacties. Voor ons is het grootste probleem hier is dat vrouwen nu uitgesloten worden van allerlei functies in de carnavalstichting. Dus dat was het voornaamste punt dat wij wilden maken. Het is niet zo dat het voor het allereerst oppopt. Wij komen ook naar de sleuteloverdracht en dan kijken we elkaar aan en dan denken we, daar gaan we weer als dat bordes vol staat met die mannen. Maar nu dachten we, omdat er ook een groot bedrag wordt uitgetrokken voor de carnavalstichting in de begroting, dachten we, is het wel tijd dat wij hier ook iets van mogen vinden. Dat we dat ook naar buiten toe uitspreken. Want we geven er geld aan, daar is niks mis mee, maar dan mogen we er ook iets van vinden. Onder het genot van een biertje en wellicht een schrobbelair gaan de drie gemeenteraadsleden binnenkort aan tafel met de Carnavalstichting. Ze hebben aangegeven dat we een terechte punt maken en daar ben ik heel blij mee. En we hebben een uitnodiging voor een gesprek, dus we gaan binnenkort met ze aan tafel. Wie zou de eerste prinses van Kruikenstad moeten zijn? Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die vereerd zouden zijn als je het vraagt. Maar dat is dan aan de stichting en aan vrouwen die het leuk zouden vinden om van zich te laten horen. Ja, degene die er zin in heeft om het te doen. Zelf ambities? Zeker niet.